Is de bullmarkt weer terug en zijn we dus klaar met de bear market of niet? Een simpel kijkje in een grafiek laat zien dat het lastig gaat zijn om dat op dit moment te zeggen. Waarom? Als je gaat kijken naar eerste instantie de DXY. Uh, waar we allemaal weten op het moment dat de DXY stijgt, dan zakt de aandelenmarkt en dan zakt de cryptomarkt. En wat je hier dus ziet gebeuren is dat we een bear trap hebben gemaakt. Dus we zijn onder support gezakt zoals je hier kan zien, direct gebounced en we maken daar nu een grote bounce van af. Ga je snel kijken naar de aandelenmarkten, welke dus correleren aan Bitcoin en ze vaak hetzelfde doen. Zie je dat we grote resistance hebben gevonden op zowel de Nasdaq die je hier ziet, waar we dus een rejection van afmaken en die pullback krijgen naar waarschijnlijk 12.251. Kijken naar de US-30, zie je dat we nog niet door die grote resistentie hierheen gebroken zijn. Uh, een symmetrische driehoek het maken zijn die zeker als we deze tegen resist aan zit snel naar beneden uit kan gaan breken. En als je ook naar de S&P 500 kijkt, dan zie je dat we ook daar een rejection hebben gehad en vervolgens een pullback maken naar een volgend gebied. Het kan zijn dat we hier higher lows aan het maken zijn en zo dus ook higher highs neer gaan zetten. Maar het kan ook zo zijn dat we een flinke pullback gaan krijgen als de DXY door gaat zetten en dat we dus lagere levels gaan zien voor Bitcoin, zoals we dus momenteel ook hier op de Bitcoin chart kunnen zien. Op het moment dat we deze support verliezen, kijken we al heel snel naar de 21.000 dollar. Verliezen we die 1. 21.000 dollar, dan zitten we ook al vrij snel terug op die 17.000. Dus het is vooral kijken wat er gaat gebeuren met de DXY en hoe de markt hierop gaan reageren.